Ja, Tom, ik lees langs alle kanten dat jij gaat stoppen met zwemmen. Ja, klopt. Waarom? Ja. Eigenlijk heel simpel. Ik wil de Olympische Spelen halen, maar het is niet meer mogelijk. Dus, en waarom is het niet meer mogelijk? Ja, in principe is het nog wel mogelijk. De kwalificatie is nog niet afgelopen. Maar ik heb me wel gerealiseerd dat ik haal het niveau niet wat nodig is om mij binnen de 2-3 maanden te kwalificeren. Ja. Maar als ik dan krantenartikels lees van midden januari, dan ben je nog vol goede moed om die kwalificatie te halen. Ja, dat klopt. Ik was echt heel goed aan het trainen. En op een gegeven moment moeten er dus wedstrijden gezwommen worden. Ja. En daar worden we op afgerekend. Dus ik kan nog zo hard trainen, alles ervoor doen. Ja. Maar als die tijden niet aantonen dat ik binnen de zoveel weken die prestatie ga leveren, ja, dan moet ik eerlijk zijn, dan moet ik toegeven van ja, dat gaat niet lukken. Ja, maar bij topsport is het pieken op het juiste moment. Hoe kan je dan nu al weten dat je niet gaat pieken? Oh, ja, omdat het ten eerste is tijdsverschil iets te groot met de tijd die ik de afgelopen keren zwom en de limiettijd die ik moet gaan halen. En aan de andere kant, ik ben al 12 jaar bezig met topsport, dus ik weet ongeveer wel hoe een goed seizoen eruit ziet en hoe dat bij mij werkt. En dan is dit gewoon onhaalbaar. Ja, want het was sowieso je laatste seizoen. Ja, klopt. Dus je wist al voor jezelf van kijk, na dit seizoen stop ik er sowieso mee. Ja, Ik had eigenlijk vorig jaar was ik al wat in twijfel in de zomer na de wereldkampioenschap om door te gaan. Maar ja, dan is de liefde voor de sport zeker, die won dan weer. En dan heb ik wel gezegd, op het moment dat ik vind dat het onrealistisch is, dan stop ik ermee. Maar als het moment daar is, dan is het toch moeilijk om te beslissen. Ik kan me voorstellen inderdaad dat al topsporter, je doet er al 12 jaar, om dan voor jezelf duidelijk te maken van Tom, hier moet je stoppen. Ja, dat klopt. Dat is heel moeilijk. Want wanneer heb je die beslissing genomen? Ja, het is ook niet dat ik gisteravond ineens dacht, oh, laten we even stoppen. Nee, ik ben... Precies, bereid je voor. Mijn laatste wedstrijd was nu bijna 3 weken geleden. En dan ben ik eigenlijk 2 dagen later wel gezegd van nu moet ik... Want ik was in Frankrijk voor een stage zelfs. Ik ben terug naar huis gekomen. Het zal geen hoogtestage geweest zijn? Nee, niet echt, nee. Ja, en ben ik gaan nadenken. En ja, na een week, 10 dagen was ik er eigenlijk wel uit. Ja. En, maar je bent onlangs dan toch nog Vlaams kampioen geworden. Dan denk je van, Tom, het gaat goed. Ja, en ik denk met die tijd ga ik de komende jaren ook nog wel Vlaams kampioen worden, denk ik. Dat is misschien jammer voor de sport, maar... Want uiteindelijk zo heel veel zwemmers hebben we hier niet, hè? Dus, er komen een paar goede jonge zwemmers weer aan. En ik hoop dat ze mijn taken binnen zoveel jaren gaan overnemen. Ja. Maar vooralsnog is het een beetje een leegte nu op die 1500 meter in België. En wie zijn die goede jongens dan? Ja, heel toevallig is mijn Limburgs record dat ik in 1999 zwom, toen ik 16 jaar was, is afgelopen weekend verbeterd door een zwemmer uit Hasselt. Pijnlijk? Pijnlijk is het niet. Dat is goed. Want nu dat ik gestopt ben, mogen mijn records verbeterd worden. Maar niet als je zelf aan het zwemmen bent. Hij is tenslotte nog maar 16 jaar. Dus, moeten we hem in doog gaan houden naar de toekomst toe? Ja, absoluut. Want dat is echt een hele goede tijd, die zon. Ja. Maar goed, het zwemmen begint pas vanaf 18, 19 jaar. Dan begint echt de topsport en daar is hij nog niet. Maar hij zit zeker op de goede weg. En als het zo doorgaat, dan hoop ik echt dat binnen een jaar of 5, 6 misschien een andere Limburgse zwemmer het Belgisch record heeft. Voilà, absoluut. Je bent nu 29 jaar. Ja. Ben je dan fysiek op? Ben je mentaal op? Want 29, dat is jong, hè, Lenny? Toch? Ja, dat is heel jong. Ja. Ik wilde net ook die vraag stellen van als je dan een mindere tijd zwemt, komt dat dan inderdaad door leeftijd? Of zijn er andere factoren die dat hebben bewerkstelligd? In mijn geval is het echt een samenloop van omstandigheden, van oorzaken. Ik kan niet zeggen, dit is de reden. Maar verlies je dan kracht bijvoorbeeld? Of? Nee, concentratie misschien. 29 jaar in zwemmen is best oud. Ja. Dat is zo. Je kunt ook al grijs worden, zie ik. Ja, dat is, ja, dat is van de kloor in het Van de kloor, ja. Nee, maar bijvoorbeeld in wielrennen zou ik nog misschien 6, 7 jaar mee kunnen op topniveau. Een nieuwe ambitie dan? Absoluut niet. Nee. Wat vond je ook was het keer fijn zwemmen, om gewoon even niet dat hele sporten, hoge maar te hoeven presteren. Hè? Ja, dat is ook zo. Dat vond ik ook niet erg. Maar wat is er zo leuk aan zwemmen? Want als ik baantjes ga trekken, op den duur ben ik het gewoon beul. Maar ik zie elke keer hetzelfde beeld of ik zie niks, want er zit water in mijn ogen. Dus, brillen opzetten, dat is misschien een goede tip. Ja. Maar uiteindelijk, zwemmen is toch een eenzijdige sport dan? Ja, het is een heel individuele en hele saaie sport eigenlijk. Ja. Dat klopt. Want, dus blij dat je ermee gestopt bent. Ja, misschien. Ja. Misschien echt een goede beslissing. Uiteindelijk, je gaat stoppen, 29 jaar. Dan stel ik me voor, wat ga je dan nu doen? Ja, die vraag heb ik me ook al een paar keer gesteld. En terecht. Ja, en terecht.
nu, ik ben 12 jaar bezig geweest, dus ik heb heel veel ervaring, heel veel kennis, heel veel mensen leren kennen. Ontzettend veel geld. Dus ik hoef niet te werken. Nee, maar ik zou daar heel graag iets mee doen in de sport of in het zwemmen. Ik vond het vroeger als jonge zwemmer altijd fijn als er ervaren zwemmers een keer een verhaal kwamen vertellen. Ja. Even iets voordoen of zo. Zijn er al concrete plannen? Of ben je Nee, er zijn nog geen concrete plannen, maar de mensen in de sport, de sportinstanties weten wel dat ik er graag iets mee zou doen. Ja. En misschien dus... nu wat meer tijd voor vriendin? Ja, dat denk ik wel. Ja? Dat denk ik wel. Daar zal ze misschien ook blij om zijn. Misschien aan kinderen denken en zo. Ja, dat is ook niet de eerste keer dat die vraag gesteld wordt. Nu vandaag. Ja, ik ben altijd heel origineel in mijn vraagstelling. Dat compliment krijg ik wel vaker. Ja. Nee, ja, nu gaan er andere dingen gebeuren. Hè. Maar je ziet er vrij ontspannen uit en je staat er wel volledig achter. Hè? Ja, ja.